Cineac Den Haag, de vrijwilligersorganisatie die wijkmedia maakt in Laak en Centrum, bestaat 10 jaar en vierde dat bij PIP aan de Bink 36. Vrijwilligers, oud-vrijwilligers, collega-mediamakers, wijkorganisaties en andere belangstellenden waren uitgenodigd. Wethouder Baldoezing overhandigde certificaten aan de vrijwilligers van WijkTV en Cineac die een cursus volgden. Onder begeleiding van de professionals van Studio A deden zij een workshop productie van korte items voor internet. De nieuwe website www.cineacdenhaag.tv is feestelijk gelanceerd door Boudewijn de Blij, directeur van Fonds 1818. Deze nieuwe site biedt meer gelegenheid voor interactie tussen vrijwilligers, bewoners en organisaties.